Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste mensen. Allereerst wil ik Allah azzawajal bedanken die mij toen in staat heeft gesteld om deze YouTube-kanaal te beginnen. En vervolgens wil ik echt allemaal jullie bedanken die mij steunt. En die natuurlijk naar mijn filmpjes kijken. Subhanallah al-alim, ik ben 2 jaar geleden ben ik begonnen met een YouTube-kanaal voor mezelf. En subhanallah, ik ben begonnen als een beetje hobbyachtig iets. En nu, 2 jaar later, weet je, dan merk ik gewoon echt dat er heel veel vragen naar is, weet je. Dat heel veel mensen gewoon echt kijken gewoon naar mijn filmpjes, weet je. En die echt gewoon verheugen van, José, wanneer ga je weer een filmpje maken? En ik had nooit verwacht dat het, zeg maar, zo serieus zou uitpakken. En daarom ben ik jullie ook echt, subhanallah, enorm dankbaar. Wallahi la, subhanallah al-azim. Lam yashkuri nas, wa lam yashkuri illa. Kama qala nabi alayhi salatu wassalam. Voor degene die met de mens niet dankbaar is, is Allah ook niet dankbaar. Dus echt uit mijn hart, subhanallah, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie tijd en voor de moeite die jullie in mij steken om toch te kijken. Want laten we eerlijk zeggen, weet je, wie ben ik omdat jullie naar mijn filmpjes kijken? En echt, alhamdulillah, overal waar ik ga, weet je, iemand gaat me toeteren. Hussein, wallahi la baz. Dankjewel voor jouw filmpjes. En ik waardeer dit, subhanallah. Ik heb het volgens mij nog nooit gedaan om jullie, zeg maar, zo te bedanken. En ik dacht misschien aan het einde van de Ramadan, weet je, wil ik jullie toch bedanken voor alle tijd en moeite die jullie in mij steken. Ja, jullie kijken naar mijn filmpjes en dat waardeer ik echt enorm. En wat ik zeg, blijf vooral volgen. En voor degenen die niet zijn geabonneerd, beste mensen, is een kleine moeite. Abonneer gewoon. Hop, abonneer. Ga op een kleine knopje drukken, zijn ben je geabonneerd. Het kost jou niks. Dus probeer alle mensen massaal te abonneren. En wat ik zeg, dank jullie wel. Wallahi la, subhanallah al-adim. Mooie woorden schieten tekort. Subhanallah, ik was een keertje in Mekka. Moet ik even erbij vertellen. En toen vroeg ik een man van, broeder, kan ik jou misschien eventjes interviewen? Hij zegt mij, goeie Hussein, wallahi la, je weet, de camera schreeuwen om mij, no, dit, dat. Nee, dat is er niet aan jou, mij, geen probleem. Hij is weggegaan. Vervolgens, 2 minuten later komt hij terug. Ik zeg, wat is er? En nee, joh, die Hussein, mijn vrouw zegt tegen mij dat ik moet bij jou op camera. En ook, subhanallah, wat ook heel belangrijk is, dat ook mensen tegen mij zeggen is, kijk, mijn filmpjes, alhamdulillah, kun je gewoon lekker met je gezin kijken. Weet je, er is geen ene moment dat je denkt van, er is die stress. Dus, alhamdulillah, dat is gewoon goed. Nog een andere mededeling. Ik ga ook wat actiever worden op Instagram. Heel veel mensen zeggen tegen mij, Hussein, doe Instagram. Maar je weet, mijn beste broeders en zusters, ik ben een heethoofd. Heel dag zit ik hier achter in mijn kantoor, zit ik te editen, ik zie al niet zo goed, ik stil me erin. En dan moet ik nog Instagram doen, meer stress. Nee, dat weet je wat, ik mag steeds Instagram. Nee. Maar een keer om zeg maar, mijn bereik wat groter te maken, dan is het genoodzaakt, weet je, om toch Instagram te hebben. Ik heb Instagram, maar dan doe ik gewoon kleine filmpjes erop plaatsen. Maar nu ga ik echt wat actiever worden met Instagram. Dus voor de mensen, volg mij op Instagram. Ik zal onder in de beschrijving inshallah mijn Instagram account zetten. En wat moet ik tegen jullie zeggen, mijn volgers? Subhanallah, ik vraag Allah Azza wa Jal, weet je, om ons te beschermen van de een en om ons te beschermen, weet je, van boze ogen. En ik vraag Allah Azza wa Jal om ons te herenigen in Jannat al-Firdaus. En wat ik zeg, beste mensen, morgen inshallah is de eind, inshallah ta'ala. Probeer een leuke dag van te maken. De maand Ramadan is voorbij gevlogen. Subhanallah, we hebben hoog bezoek gehad en die gaat weer weg. Subhanallah, en die hoog bezoek die komt terug. Zonder jou of met jou, hij komt wel terug. Het is de vraag of wij die hoge bezoek mogen ontvangen een keertje. Dus beste mensen, wat ik zeg, 2 dingen inshallah ta'ala. Is abonneer op mijn kanaal. En ten tweede, volg mij via Instagram inshallah ta'ala. Is een kleine moeite, zodat mijn bereik steeds groter wordt. Maar als beste mensen, blijf vooral volgen. Ik zal inshallah gewoon leuke filmpjes blijven maken. Ik wil Nakhil Aliyah bedanken. Ik wil Skandara bedanken. Ik wil Nova Underwear wil ik bedanken. Ik wil Ibn Best Bookstore wil ik bedanken. 4 Seizoens Al-Umra wil ik bedanken. En ook die sponsoren in het verleden. Hafidhukum Allah wa ra'akum. En ik waardeer jullie echt enorm. Mocht ik ooit iemand hebben gekwetst. Of mocht ik ooit iemand hebben beledigd. Weet je, sowieso onbedoeld. Wil ik daar echt gewoon oprecht mijn excuses voor aanbieden. En nogmaals, beste mensen, blijf volgen. We gaan de goede kant op, inshallah ta'ala. En barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Wa eidukum mubarak. Taqabbalallaha minna wa minkum salih al-a'mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tot de volgende aflevering.